Dank aan de VVD voor het mooie bruggetje. Want het concept tijd is eigenlijk centraal in wat ik vanavond wilde zeggen. Tijd tegenwoordig gaat heel snel. Er verandert veel, eigenlijk sneller dan wij bij kunnen houden. En eigenlijk ook veel sneller dan het hele ambtelijke apparaat en de hele gemeente bij kan houden. Het is mij in de korte tijd dat ik hier zit, een keer voor ogen gekomen dat er een voorstel lag waarvan eigenlijk de hele commissie op dat moment zei, ja, maar dit willen we helemaal niet. Het was een voorstel wat al 8 jaar in de kast lag en ja, ingehaald was door de tijd. Ik vraag me af hoeveel van dat project er nog meer liggen en hoeveel tijd dat kost voor het voorbereiden voor een voorstel. En of het niet misschien tijd is om tijd te steken in het kijken of dat soort dingen nog wel verder onderzocht moeten worden. Tijd alleen, het is ook een tijd van bezuiniging. Daar zijn we ons ontzettend bewust van. Er mag minder uitgegeven worden. Maar dat wil niet zeggen dat er geen tijd meer is voor het menselijke aspect in die hele bezuiniging. Het komt met regelmaat voor dat we hier papieren voor onze neus krijgen met een geweldig verhaal erop. Het kostenplaatje ziet er vreselijk mooi uit. Vervolgens wordt het besluit genomen, ga je vervolgens praten met de mensen die ermee te maken hebben. Dan blijkt dat de hele menselijke kant van het verhaal weg is. Dat mensen minder tijd krijgen om hun dingen te doen en daardoor stress krijgen, daardoor niet tot goede uitvoering komen. Dat is eigenlijk een trickle-down effect, want iedereen heeft daar last van. En in de loop van de tijd wordt het alleen maar erger. Het is ook een tijd van burgerparticipatie. We willen een actieve burger. En dan is het dus ook de tijd voor ons als raadsleden, voor mensen in het college en in het ambtenaren of het ambtelijk apparaat, het is tijd om te gaan luisteren. Niet alleen denken dat wij weten wat er gezegd gaat worden, maar wel horen wat er gezegd wordt. Dus niet van tevoren ook denken dat wij het antwoord weten, maar luisteren naar oplossingen van anderen. Daar moeten we tijd voor nemen. En daar moet ook tijd voor gegeven worden. Tijd van luisteren, ook naar beslissingen, naar meningen over beslissingen die al gemaakt zijn. Volgende week wordt gesproken over het schilparkeren, waarin in het stuk van het college staat dat 22,5% gereageerd heeft en men is tevreden. Misschien is het dan ook een moment om tijd te nemen, te gaan luisteren wat die andere 77,5% ervan vond. Want misschien zijn die er wel zo klaar mee dat ze niet reageren. We hebben met Sociaal Tiel de tijd genomen om te gaan luisteren en wij horen alleen maar ontevreden mensen. Dus misschien is het elkaar geven van tijd in deze periode en het tijd nemen om naar elkaar te luisteren een hele mooie stap vooruit. En wat mij betreft is het tijd voor het volgende spreker.